Dank u wel voor deze uitnodiging. De titel die de organisatie aan deze lezing heeft gegeven, wij zijn niet gelijk, daar moeten we vanaf, zelfs de volledige titel, is een beetje provocerend, denk ik. Hij komt uit, een interview dat ik gegeven heb naar aanleiding van dit boek, dat vorig jaar gelukkig voor mij een prijs gewonnen heeft, waardoor het een beetje aandacht heeft gekregen, want het is niet zo erg makkelijk om voor veel boeken aandacht te krijgen van een breed publiek. Maar u zit hier en wat ik vanmiddag ga doen is kort een soort samenvatting geven van de hoofdlijn van de argumentatie van het boek. En aan het eind zal ik dan nog terugkomen op die vraag van, ja, hoe zit dat nou met gelijkheid? Zijn we gelijk? Zijn we niet gelijk? Hoe belangrijk is het eigenlijk om dat idee van gelijkheid als ideaal te houden? Of zijn er nog belangrijke zaken in de wereld? Oude en nieuwe ongelijkheid, dat is de titel van het boek. Ik ga het volgende doen. Dit is eerst even iets vertellen over wat oude en wat nieuwe ongelijkheid is. Het benoemt van afkomst naar opleiding. Dan iets verder, wat meer filosofisch om te zeggen, wat er precies gebeurt eigenlijk in die omslag van oude en nieuwe ongelijkheid. Dat is eigenlijk de quintessens ervan, de kern daarvan. Dan ga ik de gevolgen van die omslag naar een nieuwe soort van ongelijkheid benadrukken. Die zijn zowel positieve als negatieve gevolgen. Ik denk, in de discussie hierover, ze hebben de laatste 10 jaar zien we vooral de negatieve gevolgen, maar het is al langer aan de hand. In het begin zijn vooral de positieve gevolgen erg benadrukt. En tenslotte dan, ja, wat te doen? Ik zal het nu van hier even gaan. Wat is nou eigenlijk dat idee van gelijkheid? Hoe moeten we daar vandaag de dag nu mee omgaan? Eerst oude ongelijkheid en nieuwe ongelijkheid. Oude ongelijkheid is ongelijkheid naar afkomst. Vroeger was sociale ongelijkheid, ongelijkheid tussen mensen, hoog, laag, status, rijkdom, was vooral een kwestie van waar je wieg gestaan had. De meeste mensen deden in hun leven wat hun ouders ook gedaan hadden. Als hun ouders rijk en machtig waren, was de grote kans dat je zelf ook rijk en machtig was. Als je ouders arbeiders waren, was de grote kans dat je zelf ook arbeider was. En meisjes deden ook weer. En meestal gewoon wat hun moeders ook gedaan hadden. Moeder zijn en huisvrouw zijn. En soms ook in de fabriek werken. Maar iedereen deed eigenlijk zijn ouders na. Dat was de situatie die eigenlijk eeuwenlang, denk ik, in heel veel samenlevingen bestaan heeft. En eigenlijk nog op veel plekken in de wereld bestaat. Waar je geboren was, bepaalt hoe je verdere levensloop zou zijn. En meestal leek dat heel erg op de levensloop van je ouders. Er waren uitzonderingen op. Mensen braken wel eens uit hun milieu. Gingen soms naar de stad of kregen op een manier kans om zichzelf op te werken. Maar het waren echt uitzonderingen. De meerderheid van de mensen volgde gewoon het pad wat door hun ouders, als het ware, was neergelegd op het moment van hun geboorte. Opleiding staat hier was klassegebonden. Opleiding was een manier om daar uit te breken, maar niet iedereen kreeg een opleiding. Tot vanaf 1850 of zo is het in West-Europa wel gebruikelijk dat alle kinderen naar school gaan. En we zien dat het nu een soort verworvenheid is in landen als India en delen van Afrika. Dus in elk geval iedereen, ook de meisjes, naar school gaan als ze kind zijn. Maar wat gebeurt er na die basisschool, na dat lagere onderwijs? Daar is de breuk eigenlijk. Het lager onderwijs was rond 1900 al wel gebruikelijk. Hoewel er pas vrij laat, rond 1900, verplicht werd om naar school te gaan. Maar het was al wel gebruikelijk. Wat nog niet zo gebruikelijk was, was vervolgonderwijs. Dat was heel erg aan klassen gebonden. Als je meer dan rekenen en lezen en schrijven leren, dat was eigenlijk alleen maar voor de mensen uit de hogere lagen van de bevolking weggelegd. Maar na de Tweede Wereldoorlog verandert. En dan krijgen we dat opleiding een rol gaat spelen. Laat ik er even een plaatje bij laten zien. Dat heb ik aan het CBS-site geplukt. Een onuitputtelijke bron van informatie voor alles wat je wil weten over de Nederlandse bevolking. Dit is een overzicht van ingeschreven in het hoger onderwijs. Het begint in 1900 en het eindigt in 2010, 2011. Dat jaar is alweer bijna 10 jaar geleden. Maar ik denk dat het de recentste is waarin zo'n breed overzicht gegeven werd. Je kunt natuurlijk wel vrij preciezer overzichten van de laatste 10 jaar krijgen. Maar mooi is dat dit in 1900 begint.
interessant aan dit plaatje is, ze zeggen, kijk, die aantast ingeschreven in het Hoge Huis. Rond 1900 kon je ze niet eens tellen. Hè? Het waren er, ja, een paar honderd misschien. Hier ergens, als dit 50 is, dan zitten we hier misschien 5000, 10.000. We zitten op 1940, begin van de Tweede Wereldoorlog. Dus voor de Tweede Wereldoorlog waren er eigenlijk nooit veel meer dan 10, 12, misschien 15.000 studenten in een land waar toch al wel 8 miljoen mensen woonden in die jaren. Als je vergelijkt, nu hebben we 17 miljoen mensen en ja, wat hebben we nu? Gaat het over 250.000 universitaire studenten met nog eens 400.000 hbo-studenten. Dat is al samen 650. Ik denk dat we tegenwoordig al bij de 800.000 zitten op de bevolking. Van ja, ongeveer twee keer zoveel mensen als er toen in 1940 waren. Dus daar is een enorme verandering opgetreden. Dus er is enorme toename in deelname aan het hoger onderwijs. Daar vanaf gaat natuurlijk een periode dat mensen ook eens naar het voortgezet onderwijs gaan. HBS, gymnasium, later het VWO, HAVO-scholen. Er zit een interessant dingetje in, er zit een knik in. Je ziet eerst een sterke groei tot 1975. Dan blijft het, dit blijft een beetje gelijk, dit daalt even. En dan opeens gaat het weer groeien. Hoe kun je dat nou verklaren? Nou, dit aardige, wat laat zien, is dat de meisjes een beetje achterlopen in die ontwikkeling. Dus de eerste groei is vooral jongens, hoewel er natuurlijk in de jaren 50, 60 ook wel meisjes naar het gymnasium gingen. Maar het waren toch vooral jongens, vooral die daarna gingen studeren. Toevallig laatst ook eens een reunie gehad aan mijn eigen gymnasiumklas. En inderdaad, heel opvallend was, die was begonnen, en wij zijn begonnen in 65, 71. De jongens gingen bijna allemaal naar de universiteit gegaan. Van de meisjes één. Terwijl toch ongeveer 8-8 waren. Met 50-50 verdeeld in die klas. Eén meisje ging er toen naar de universiteit in 71. Anderen zijn of gaan werken of later nog cursussen gaan volgen, HBO. Anderen zijn weer later, pas later in hun leven naar de universiteit gegaan. Maar de jongens gingen allemaal naar de universiteit. Dat was nog in 71 gebruikelijk. Voor meisjes kwam dat wat later. En dan zie je dus die tweede spurt. En dan opeens groeit het aantal studenten weer fors. Hoe komt dat? Niet omdat er heel veel meer kinderen zijn, maar vooral omdat de meisjes dan deel gaan nemen aan het hoger onderwijs. We weten, inmiddels zijn ze in de meerderheid. En ze zijn vaak ook nog beter dan de jongens. Dat is wat er veranderd is. Die deelname aan het hoger onderwijs in de jaren vanaf de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk, dus de generatie die daarna geboren is, de babyboom-generatie, die heeft daar voor het eerst van kunnen profiteren. Dat was een politieke keuze. Dat had ook wel te maken met de ervaringen van de oorlog, dat ervaringen met de fascisme, waar men toch, zeg maar, ja, die massabeweging, daar was men bang voor, zeg maar, we moeten de bevolking beter opleiden, was toch het idee. Ook het communisme was natuurlijk een gevaar, dat ook een soort gelijkheidsideaal verkondigde. En daar wilde het Westen een antwoord op zien te krijgen. Het echte Westerse antwoord was eigenlijk de gelijke kansenpolitiek. Maar wat wij hier doen, is niet zoals de communisten alle mensen gelijk behandelen. Allemaal hetzelfde salaris, allemaal hetzelfde soort huis, allemaal dezelfde kleding. Nee, we geven iedereen gelijke kansen. Dat was het punt. En dat gelijke kansenbeleid werd vooral via het onderwijs bereikt. Onderwijs was het instrument in de gelijke kansenpolitiek. Dus mensen, ja, kregen allemaal dezelfde kansen om naar het onderwijs te gaan. En zodoende via dat onderwijs op te klimmen. Want natuurlijk, universitaire graad, een hbo-diploma, maar vooral de universitaire graad was ook een garantie voor banen hoger in de samenleving. Het onderwijs zelf weer, maar ook in bestuur en in management enzovoort. Via dat diploma kon je uit je eigen milieu komen en in een hogere sociale statusklasse terechtkomen. Nou, dat is erg gebeurd. In de tweede helft van de vorige eeuw ben ik daar zelf een voorbeeld van. Ouders waren middenklasse, denk ik, maar niemand van onze familie had nog op de universiteit gezeten. Ik kreeg die kans en ja, op een gegeven moment natuurlijk toch in een soort andere wereld terechtgekomen. In de stad gaan wonen enzovoort. Maar het is geen uniek verhaal, ik vertel het een beetje in het boek, maar het is een verhaal wat heel veel mensen meegemaakt hebben. Oudere mensen hier zullen waarschijnlijk ook iets van herkennen. Je kreeg de kans om te gaan studeren en die pakte je. En dat gaf ook een kans om in een heel andere sociale wereld terecht te komen. Dus dat was niet meer opvolgen van je ouders, je pad. Je ging een heel ander pad, een heel zelfstandig pad, met een heel ander doel dan dat van je ouders. Maar
wat hebben nu, zien we nu als gevolg van die onderwijsrevolutie die gemaakt heeft dat zoveel mensen opleidingen zijn gaan volgen en de kans hebben daarvoor hebben gekregen. En dat was natuurlijk een sociale keuze, zei het al. Dat was vooral ook een poging van wegnemen van drempels. Hè. Een was een culturele drempel. En dat doe je niet, dat hoort niet. Dat is iets wat mijn ouders nog wel overwogen hebben toen ik naar de middelbare school ging. Is dat wel voor ons soort mensen? Ik weet dat daarover gepraat werd thuis. Het gymnasium, dat is toch eigenlijk ja, misschien dan toch maar de HBS of misschien liever de MULO. Ja, uiteindelijk is het toch het gymnasium geworden. Gelukkig voor mij. Maar dat was een culturele drempel. Dat was ook een inkomensdrempel. De overheid deed er van alles aan. In die tijd was studeren supergoedkoop. Je hoefde bijna niks, geen collegegeld te betalen. Het enige wat je moest... je moest natuurlijk wel kosten van levensonderhoud enzovoorts. Maar, ook van mijn generatie, er was ruim gelegenheid om beurzen te krijgen. En heel wat mensen, financiële drempels voor studeren waren er op dat moment helemaal niet. En dat was een bewuste keuze om die grote groep van de bevolking die die kans nooit gehad had, nu een kans te geven door het wegnemen van allerlei drempels. Maar, wat hebben we nu? Als je nu de kranten leest, en vooral de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau bijhoudt, die al jarenlang eigenlijk over dit onderwerp verschijnen, ieder jaar weer is er op de enige manier een verhaal wat laat zien van, ja, we hebben een ander soort ongelijkheid gekregen. Afkomst is niet meer alles bepalend. Natuurlijk, ik wil niet zeggen dat afkomst niks meer betekent. Hè. Als je in een miljonairsmilieu geboren wordt, is de kans groot dat je het goed hebt. En de erfgenamen van Philips en Heineken, ook al hebben ze misschien zelf niet zoveel gepresteerd, die hebben het heus wel goed. Maar er is een hele groep bijgekomen van mensen die ja, ook tot de betere standen zijn gaan horen, alleen door hun opleiding. Maar als je nu kijkt naar waar er verschillen tussen mensen zitten, dan blijkt iedere keer weer dat opleiding de cruciale factor is. Ik heb hier een lijstje van dingen waar je dat uit allerlei sociologisch onderzoek steeds kunt lezen. Inkomen is natuurlijk logisch, hè, dat je meer verdient als je hoger opgeleid bent. Ja, zo zit onze samenleving in elkaar. Interessant is ook dat werkloosheid. Mensen die op dit moment alleen maar lagere school hebben, zijn vrijwel allemaal werkloos. Als je niet een diploma hebt van minstens VMBO, liefst MBO, startbekwaamheid, zeggen we dat, ja, dan is de kans dat je werk krijgt heel gering. Levensverwachting is een cruciaal, is ook een beetje schrijnend ding. Hè. Weet je dat de verschillen op dit moment wel 7 à 8 jaar zijn tussen de echte hoger opgeleide en de echte lager opgeleide. Dan neem ik wel de extreme. Maar als je dan de middengroep neemt, dat zijn eigenlijk de mensen met een mbo-diploma, dat is de grote groep, dat is al zo'n 40-45% van de bevolking. En aan de hoge en de lage kant zit dan steeds zo'n 32-33, samen dus 55, dus ieder pakweg tegen de 30%. Die zit daar precies mee tussenin. Dus hoogopgeleide leven gemiddeld 7 jaar langer, maar ook nog eens met minder chronische ziekte. Dus wie laag opgeleid is, leeft korter, maar de laatste 10 jaar van zijn leven heeft hij grote kans met allerlei kwalen te kampen. Hoogopgeleiden hebben daar veel minder last van. Dus leven langer en gezonder. Nou, tevredenheid en geluk, ook daar zijn aanwijzingen voor. Dat heeft natuurlijk te maken met inkomen en met levensverwachting en ziek zijn. Ja, dat mensen zich ook prettiger voelen als je dat allemaal niet hebt. Wat in de samenleving steeds meer een splijts van begint te worden, is dat politieke participatie en politieke standpunten. Dat is eigenlijk waardoor het onderwerp steeds hoger op de agenda is komen te staan, ook bij de politiek. Want je kunt zeggen, nou ja, oké, verschillen tussen mensen, ja, hoog en laag, dat hebben we eigenlijk altijd gehad. Je hebt een elite, je hebt een groep die je het volk noemt, en ja, dat er verschillen tussen zijn in inkomen enzovoort, ja, wat kun je eraan doen? Lastig is wel voor een samenleving die ze democratisch noemt, is dat meedoen aan de politiek, politieke participatie, dus gaan stemmen, lid zijn van een partij, naar inspraakavonden gaan, op allerlei manieren proberen je invloed te doen gelden, bestuurder zijn, ook ambtenaar zijn, dat is bij hoger opgeleide, veel hoger, veel meer mensen. Eigenlijk is in de Tweede Kamer, kijk, zit volgens dit moment maar een paar mensen die het hbo misschien niet hebben afgemaakt. Maar wel erop hebben gezeten, op zijn minst. Verder is iedereen hoger opgeleid. Dat was ook, er is ook een onderzoek naar gedaan, dus in de jaren 30 of zo, was nog niet de helft van de mensen was hoog opgeleid in de Tweede Kamer. Meestal heel veel mensen met alleen maar lagere school.
uit volkspartijen als de socialisten, maar ook uit de christendemocratische partij. Ja, dan konden mensen opklimmen zonder veel opleiding te hebben. Politieke standpunten, ook belangrijk. We weten dat bijvoorbeeld dingen als over Europa, hè, dat is echt een splijtswam. Lager opgeleiden denken heel anders over Europa dan de hoger opgeleiden. Nou ja, er zijn wel veel meer onderwerpen. Milieumaatregelen, criminaliteit, bestraffen van integratie, immigratie. Al die onderwerpen, daar verschillen hoger en lager opgeleiden behoorlijk van elkaar. En op een manier die echt botst tegenwoordig. Dat betekent dat die ongelijkheid naar opleiding, het zijn meer verschillen in dit geval. Het is maar, het heeft ook wel met sociale verschillen te maken. Want inkomen, werkloosheid, ja, dat is een bovenkant van de samenleving en de onderkant. Maar die hebben ook nogal heel verschillende ideeën over hoe de wereld in elkaar zit en waar het naartoe moet. Interessant is ook dingen als mediagebruik, cultuurparticipatie, lager opgeleide. Kijk, we hebben alleen naar de commerciële zenders in Nederland op televisie. De publieke omroep wordt grotendeels bekeken door hoger opgeleide. Hij doet erg zijn best om te proberen ook die andere groep van de samenleving er af en toe bij te betrekken. Maar dat is best een lastig ding. Het gaat ook over kranten, het gaat ook over media, maar natuurlijk ook de sociale media. Ook daar zul je zien dat er behoorlijke verschillen zijn. Cultuurparticipatie, ik heb zelf veel met de kunstensector gemaakt gehad in mijn leven. Ja, daar was het ook altijd een ding waar we het vaak over hadden. Van ja, wie gaan er naar de gesubsidieerde kunsten? Wie zitten er in de schouwburg bij concerten? Dat zijn eigenlijk allemaal de hoger opgeleiden. Waarom is opleiding nou zo'n belangrijke factor? Waarom bepaalt opleiding nou zo ontzettend veel? En is het eigenlijk wel opleiding? Dat is een discussie die steeds ook onder sociologen en politieke wetenschappers wordt gevoerd. Of zit er toch een soort klassenverschil onder? Ik heb geprobeerd nog eens op een andere manier te bekijken. Een van de dingen die mij aan het denken zette was dit. Ik zei al, ik heb veel met cultuurwereld te maken gehad. Als bestuurder, maar ook als wetenschapper. Vond ik dit gegeven op een gegeven moment. Uit een onderzoek, een boek dat in 1990 verschenen is. Een van de eerste proefschriften wat ook veel aandacht besteedde aan Knulsten. Dat was een onderzoeker geweest die veel naar het publiek voor de kunsten gekeken heeft. En hij was eigenlijk vooral geïnteresseerd in dat proefschrift over wat de opkomst van de televisie nou betekent heeft voor het publiek van de kunsten. Maar ik heb er iets anders uitgehaald. Deze gegevens heb ik daaruit gehaald. De vraag is van, als je kijkt naar het publiek dat concerten, theaters, musea bezoekt, hoe is dat samengesteld qua opleiding? En hij vergelijkt 1962 met 1987. En wat een verrassing is, als je kijkt naar 1962, toneel, publiek, dat beroepstoneel, concerten, ook musea. Nou, musea is nog wat even anders, maar toneel en concerten, reuze interessant. 40% van de mensen had niet meer dan lager onderwijs die bij een concert of bij toneel zat. Dan nog eens 40% of iets meer zelfs, kwam niet verder dan ULO, dat heette deze tijd. Later, in 1987, zal dat MAVO zijn geworden. 80% van de mensen had in 1962 dus geen hogere opleiding. Alleen maar een klein beetje lagere school of andere helft nog wat vervolgopleiding. HBO-universiteit was maar 4% in 1962. En dat veranderde dus enorm. Als je dan kijkt naar 87, 25 jaar later, ja, dan is al 40% heeft op zijn minst HBS-gymnasium. Alleen maar aan deze groep eigenlijk vooral de studerenden zijn. Mensen die al wel een diploma HBS-gymnasium hebben, maar nog niet een diploma-universiteit. Studenten en afgestudeerden, die zitten dan in de zaal bij het toneel en ook bij concerten. En bij musea is het een iets ander, maar ook daar zie je diezelfde ontwikkeling. Dat in het begin nog wel lager opgeleide deelnemen in 62, 25 jaar later, dat groep enorm is afgenomen. En dat het vooral maar de hoogopgeleiden zijn die dit soort culturele evenementen bezoeken. Wat wil ik nou zeggen? Waarom ik dit zie? Omdat dit eigenlijk volgens mij zegt dat opleiding niet de cruciale factor is. Er gingen altijd mensen zonder opleiding. Die gingen ook naar concerten en toneel en genoten daarvan. Het verschil is niet, wordt niet bepaald door opleiding. Opleiding staat voor iets anders. Nou ja, dat is de belangrijkste stelling eigenlijk van dit boek, wat ik geschreven heb. En dat heb ik op in verschillende manieren ook proberen uit te werken. Wat erachter zit, is leervermogen. Iemand die een hoge opleiding volgt, ja, die heeft ook het vermogen om die opleiding te volgen.
En dat is natuurlijk in psychologen taal, intelligentie, inzet, natuurlijk ook belangrijk, doorzettingsvermogen enzovoort. Maar intelligentie is ja, de basisvoorwaarde. Met alleen maar inzet, alleen maar veel doorzettingsvermogen, zul je nooit ingenieur worden. Dat kan alleen maar als je ook de nodige intelligentie hebt. Je hoeft niet allemaal genieën te zijn. Mag ook wel een beetje aan de kant van het gemiddelde, hoog gemiddeld zitten. Maar laag gemiddeld intelligentie, ja, dan zul je hier in Delft heb je op de universiteit niks te zoeken. Als we dat nou doordenken, zeg maar dat die opleiding, een kwestie van, en dan moeten we eigenlijk nog eens even kijken naar dit dingetje, zeg maar, waarom zaten er voor de Tweede Wereldoorlog in 1962 nog zoveel, zo weinig hoogopgeleiden in die toneelzalen? Ja, er waren maar heel weinig hoogopgeleiden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen intelligente mensen waren in die tijd. En dat is denk ik waar ik over ben gaan doordenken. Oké. Er waren op een gegeven moment, voor de Tweede Wereldoorlog, toen er nog niemand naar de universiteit kon. Dat wil niet zeggen dat het volk dom was. Ja, dom in de zin van niet ontwikkeld. Maar niet dom in de zin van niet slim. Dat er geen slimme mensen tussen zaten. En dat weten we allemaal. Wij weten het niet meer uit eigen ervaring. Maar misschien weten we het nog van onze ouders of grootouders. Van, ja, daar zaten best slimme mensen tussen, maar die hadden nooit de kans gehad om hun intelligentie te ontwikkelen, om een opleiding, een diploma te halen enzovoort. Wat er gebeurd is in die jaren van gelijke kansenpolitiek, van het opengaan van de deuren van het voortgezet en het hoger onderwijs, is dat allerlei mensen die voldoende intelligentie hebben, de kans hebben gekregen om die intelligentie ook te ontwikkelen, mits ze daar dan ook de inzet bij toonden die daarvoor nodig is. En dat is in grote mate gelukt. Maar het verschil is, wat het effect van die ontwikkeling is, dat die nadruk op opleiding maakt dat onze samenleving nu geordend is, niet zozeer naar opleiding, maar naar intelligentie. Dat je verschillende lagen van de bevolking zich van elkaar onderscheiden door ja, de hoogintelligente, de gemiddeld intelligente en de laag intelligente. En dat is wel iets wat je erover nadenkt, dat is toch eigenlijk een beetje een pijnlijk ding. Is dat nou wel zo goed? Dat we verschillende lagen door dit systeem onderscheiden. Het is in ieder geval volkomen nieuw. Ik zei net al, voor de Tweede Wereldoorlog, de eerste jaren 10, 20, de jaren dat mijn ouders geboren waren, mijn grootouders, ja, dat, er was niemand was hoog opgeleid in een dorp. Behalve de notaris en de dominee en de dokter. Dat waren drie mensen. En in het dorp woonde, waar ik opgroeide, waar woonden 10.000 mensen. Of zo. Er waren misschien maar 10 hoog opgeleiden in dat hele dorp. In de jaren 50. Maar dat wil niet zeggen dat er geen intelligente mensen in het dorp waren. Die waren beledigd, die hadden bedrijfjes soms, die hadden opgeklommen. Maar er waren ook mensen die ja, in vrij eenvoudige beroepen, zeg maar dorpsonderwijzer of zo. Of misschien gemeenteambtenaar, of misschien ook wel in de fabriek. Ongetwijfeld, ze hebben ook in de fabriek in de jaren 30 mensen gestaan die behoorlijk slim waren. Maar omdat hun leven bepaald was door afkomst, hè, wat ik in het begin zei, je levenspad werd bepaald door wie je ouders waren. Ja, als je ouders arbeiders waren, was de kans groot dat je zelf ook in de fabriek eindigde. Ongeacht je talenten. Want er werd niet gevraagd, wat kun je of wat wil je. Je had niet zoveel keus. Oké, we hebben een volkomen nieuwe wereld gecreëerd, dus na de Tweede Wereldoorlog, waarin opleiding het pad geëffend heeft voor een samenleving die geordend is naar intelligentie. We noemen die samenleving ook wel meritocratie, met een mooi woord. Het is een Engelse socioloog, heeft daar een beetje een satirisch boek over geschreven, al in de eind jaren 50, overigens 58 volgens mij is dat boek in het Engels verschenen, The Rise of Meritocracy. En daar is het woord meritocratie voor het eerst gebruikt. Ja, dat heeft wel school gemaakt, want dat ziet het overal terugkeren nu. Dat betekent dat ja, tegenover zeg maar, aristocratie, hè, waarin je adellijke afkomst zeg maar, de hogere klasse bepaalde, in de meritocratie gaat het om wat je kunt, wat je verdienste voor de samenleving is. Iemand die veel kan, die kan hoog stijgen. Iemand die niet zoveel kan, ja, die moet een beetje aan de onderkant blijven hangen. In dat boek beschrijft Young dat zelfs zo, dat in het paspoort van mensen staat je IQ. En dat paspoort geeft allerlei privileges. Een hoog IQ geeft allerlei privileges, een laag IQ veel minder. Hij schrijft dat mensen er heel tevreden over zijn, want mensen worden tenminste ook niet overvraagd.
En niemand wordt gevraagd meer te doen dan wat hij kan. Overigens eindigt het boek met een populistische opstand. Dat is interessant als we denken aan die politieke verschillen die op dit moment zo'n grote rol spelen tussen hoog en laag opgeleiden. Het proces is overigens, ik zeg maar, het proces is niet helemaal voltooid. Dat begint steeds weer opnieuw. We zien dat nu in migratiemilieus weer gebeuren. Maar ik denk dat het in inheemse, we moeten het noemen, de autochtone woorden gebruiken we niet meer in Nederland, dat redelijk voltooid is. Wel er altijd uitzonderingen zijn. Hè. Het gaat om statistische verbanden. Er zijn zeker nog mensen die intelligent zijn en die niet hoogopgeleid zijn. En we weten trouwens ook dat de superhoogopgeleide, superintelligente mensen met IQ's van boven de 130 of zo, dat die het ook vaak helemaal niet zo makkelijk hebben en soms totaal mislukken op de universiteit. Dus er zijn individuele uitzonderingen mogelijk, maar de trend is dit. Laten we eens kijken wat de voor- en nadelen nou van deze ontwikkeling zijn geweest. Voordelen is maar de voordelen. Ik zeg, op het begin zei ik al, in het begin, afhankelijk is daar vooral veel aandacht voor geweest. Dat ze eigenlijk die meritocratie toch een soort goede ontwikkeling is. Goede ontwikkeling is natuurlijk dat afkomst zijn bepaalde rol verloren. Van afkomst heb je geen greep op. Hè? Je kunt niet, je hebt geen invloed op waar je geboren wordt. Dus je werd volledig overgeleverd toch aan het lot in die tijd, voor wat je levenspad. Toen opleiding daar binnenkwam, was er ook nog iets van wat je zelf zou kunnen doen. Of als je slim genoeg was en je kon je inzetten en je deed je best, dan kon je hoger opkomen. Sociaal stijgen werd mogelijk. En dat hebben we ook massaal gezien. Voor de Tweede Wereldoorlog was het misschien niet, maar 3% van de bevolking hoog opgeleid. En dat waren ook allemaal mensen die sowieso al tot de hogere kringen behoorden. In 2000 hebben we ongeveer 35% van de mensen is nu tegen de 40% van 45% die diploma hebben. Als je kijkt naar mensen die in het hoger onderwijs zitten, dat is bijna 50% van die leeftijdsgroep. Maar dan haalt natuurlijk er weer een derde daarvan, haalt niet zijn diploma. Dus pak van mensen met diploma's is ook ruim een derde van de bevolking. Dat is een voordeel. Je kunt opstijgen als je de talenten ervoor hebt. En je hebt ook de nodige doorzettingsvermogen daarvoor. Waardoor er ook een soort nieuwe mobiliteit in de samenleving komt. Dus niet, het is niet meer zo'n starre ding van je hebt de hogere, je hebt de lagere standen. En, die leven gescheiden van elkaar. Nee, mensen uit de lagere standen konden in die hogere standen terechtkomen. En omgekeerde is wat moeilijker, maar ook dat is vast wel eens gebeurd. Zo'n nieuw diploma zo belangrijk geworden zijn. Maar veel belangrijker is sociaal stijgen. Sociale mobiliteit noemen we dat. En dat gaf ook allemaal nieuw andere effecten. Dat de culturen zich vermengden. En dat er ook een soort creativiteit ontstond. Dat hele statische regentendom. Ik denk dat veel belang is geweest voor bijvoorbeeld de studentenrevoltes van 68. Dat was die eerste generatie van babyboomers die op de universiteit kwamen. Maar allemaal slimme kinderen uit sommige uit eenvoudige milieus. Die kwamen in de universiteit. En dat was een hele andere wereld. Mensen die daar professor waren in de jaren 68 waren allemaal uit de hogere standen. Die waren echt niet geselecteerd op de superslimste waren. Dat waren gewoon mensen, nette mensen die uit de keurige milieus kwamen. Die natuurlijk een diploma gehaald hadden en die konden professor worden. En die slimme arbeidersjongetjes, die zagen soms heel goed dat die professoren helemaal niet zo slim waren. Dat die vooral een beetje gewichtig deden en een regentenmentaliteit hadden. Nou, daar kwam die botsing van 68 uit voort. Vorig jaar hebben we dat ruim herdacht. Oké, wat een ander punt is dat we nu zien, die mobiliteit, dat hebben we nu in elk geval een elite die goed opgeleid is en ook behoorlijk intelligent. Dat is ook wel wat voor te zeggen. Want dat is de andere kant natuurlijk van die situatie van dat afkomst zo belangrijk was. Zei het net al, professoren die misschien helemaal niet op hun grootste bekwaamheid professor waren geworden. Maar vooral omdat ze uit een juiste milieu kwamen. Het had je dat op allerlei terreinen natuurlijk. Allerlei bazen bewindvoerders en machthebbers in de samenleving waren mensen die met de juiste titels, de juiste namen, de juiste achtergrond. Het waren niet altijd de slimste en bekwaamste. En soms moest je het inderdaad doen. Als je een slimme arbeider was met een baas die veel dommer was dan jij. Maar je moest wel gehoorzamen. Dat zijn we ook kwijtgeraakt.
Tegenwoordig is de samenleving wel, de hiërarchische ordening is ook wel een beetje zo. Er zijn natuurlijk ook wel daar nog weer uitzonderingen en er zijn nog steeds conflicten mogelijk. Maar dat, hier moet ik eens even bijblijven, dat de elite, ja, de mensen die aan boven de top staan, zijn in het algemeen wel behoorlijk bekwame mensen. Met als gevolg ook dat die hybride is ook veel groter geworden. Ik zei al, er gaat ongeveer 35% van de mensen heeft tegenwoordig een diploma, minimaal HBO. Die vind je ook overal. Dat was een van de eerste sheets, hè, bijvoorbeeld in het politieke deelname. Dus voor al die mensen doen mee, die praten mee, zijn lid van partijen, zitten in politieke verbanden enzovoort. Dat is een hele grote groep, best behoorlijk. Dat politiek zou wel meer politiek lidmaatschap zou wel een grote groep mogen zijn, maar het is een vrij grote groep die meedraait aan de knoppen van de samenleving. Omdat ze allerlei plekken zitten waar ze bestuurlijk iets te vertellen hebben. En dat zijn redelijk bekwame mensen. Dus dat zijn duidelijke voordelen van die nieuwe ontwikkeling van die meritocratie. Nadelen zijn er ook. Een van de dingen die vooral benadrukt wordt door mensen die daar tot nog toe over geschreven hebben, is van, ja, er zit een element van, als je je lot in eigen hand kunt nemen, en dat kan, dan is als je geen succes hebt, is dat ook je eigen schuld. En er zit een soort, dat is misschien aan de onderkant van de samenleving, ook wel een soort gevoel van mensen, van ik heb het niet gemaakt. Maar ja, ik ben ook niet zo slim en ik heb ook niet hard gewerkt. Er zijn ook mensen die zeggen, van, er wordt ook van bovenkant aan neergekeken. Van, ja, jij bent vroeg van school gegaan, je hebt je diploma niet gehaald. Ja, dan moet je ook niet verwachten dat je het ver zult schoppen in de samenleving. Dat soort verhoudingen hebben we tegenwoordig gekregen. Er zit dus ook een soort depressief element in aan de onderkant. Van, het is mijn eigen schuld, maar dat is niet een heel positief gevoel. Van mensen die het niet gemaakt hebben. Sterker is, dat is een punt wat ik in dit boek benadruk, wat ik eigenlijk nooit eerder zo geanalyseerd heb gezien, is dat niet alleen de bovenkant is veranderd, ook het volk is veranderd. Ik heb het al een paar keer aangeduid. Hè. Het volk was heel gemaleerd en geschakeerd. Er zaten mensen van allerlei slag en talent tussen. Voordat die grote gelijke kansen politiek op gang kwam. Maar nu hebben we toch een soort gevolg van die gelijke kansboek is eigenlijk een soort brain drain geweest. Dat wil zeggen, uit het volk zijn alle mensen met een beetje talent opgeklommen naar andere posities. Ze zijn ook vaak verhuisd. Ze wonen niet binnen de dorpen waar ze zijn opgegroeid. Ze zijn naar de stad gegaan om te studeren. Ze zijn in die steden blijven hangen. En hebben daar vervolgens banen gevonden. En komen misschien nog eens één keer in de week of één keer in de maand of één keer in het half jaar terug bij hun ouders. Om daar nog eens een beetje mee. Maar die banden worden wat minder. Die verdwijnen langzamerhand. En er is ook wel een periode geweest dat er strijd was tussen ouders en kinderen. Juist dat vanwege die kloof die daar groeide. Die door opleiding werd gecreëerd. We zien nu vandaag de dag ook een soort geografische spreiding. Hoogopgeleide wonen in de steden, wonen ook laagopgeleide. Maar als we kijken naar Noord-Limburg, naar Oost-Groningen of Drenthe of zo, dat zijn plekken, daar wonen eigenlijk vrijwel geen hoogopgeleide meer. Dat is ook een beetje een wonderlijk ding, dat er samenlevingen zijn waarin eigenlijk geen intelligente mensen meer zitten, in die termen waarin ik het probeer te analyseren. Allemaal mensen die een beetje gemiddeld intelligent zijn. Zijn geen domme mensen, wil ik ook weer niet zeggen. Maar mensen die er bovenuit stijgen, die zitten daar niet meer. En dat kun je zelfs nog wijder trekken. Je kunt het ook over Europa trekken. Vanochtend las ik nog een stukje over Bulgarije en de krant. Bulgarije, sinds dat bij de Europese Unie hoort, is ook iedereen die kan studeren, heeft het land verlaten. We zijn van de wonen, voordat ze er kwamen, 6 miljoen, 8 miljoen mensen, nu nog maar 6 miljoen. Wie zijn die 2 miljoen die weggaan? Zijn allemaal jongeren die opleidingen zijn gevolgen in Engeland of in Frankrijk. Soms ook in Nederland. Of anders staan wel zijn gaan werken. Over de hele wereld zie je dat. Landen waar intelligente en slimme mensen vandaan trekken om ergens anders hun geluk te beproeven. Omdat ze thuis wel voelen dat daar thuis geen kansen zijn. Terwijl andere samenlevingen, die ontvangen al dat talent. De Verenigde Staten is er natuurlijk echt groot van geworden. Dus al vanaf 1850 is de ene golf naar de andere slimme, initiatiefrijke mensen zijn dat land binnengekomen.
Er zitten ook wel eens mensen tussen die misschien wat minder hoog talent getalenteerd waren. Maar om die hele stap te nemen om te gaan migreren, om ergens anders een nieuw te beginnen, ja, dat doe je niet als je aan de onderkant van de intelligentiebouwwerk zit. Daar begin je daar simpelweg niet aan. Dus dat zijn meer dan gemiddeld intelligente mensen die dat allemaal gedaan hebben. En daar heeft die samenleving bloeit daarvan. Dat geeft veel impulsen, dat geeft vernieuwingsideeën, dat geeft ook nieuwe opzetten van ondernemingen, bedrijven enzovoort. Maar aan de andere kant is natuurlijk ook dat die plekken waar die mensen wegtreden, ja, die volksnetwerken, die zijn sterk verzwakt. Mensen hebben niet meer in dat soort dorpen, of landen als Bulgarije, of, hebben ze niet meer. Ja, als er een probleem is, kon je vroeger naar je moeder lopen of naar de buurvrouw. Of naar een collega op het werk. Er was altijd wel iemand in je omgeving die wat slimmer was dan jij. Wat meer wist over bepaalde dingen. En je zei van ja, ik zit even vast. Ik snap dit niet. Of een conflict met overheden. Of een formulier wat je niet begrijpt. Of sowieso een onderwerp. Misschien ook wel op gezondheidsgebied. Zo je zei van ja, hoe moet ik daarmee verder? Die netwerken van die samenleving die nog niet qua intelligentie gescheiden was. Daar zaten van alles tussen. Daar konden mensen allerlei bronnen vinden die ze konden helpen. Had altijd wel iemand in je omgeving die wat meer wist dan jij, die wat slimmer kon nadenken en die je hielp. Ik denk dat we dit moment zien, dat dat een van de problemen is, ook met achterstandswijken enzovoort, dat soort netwerken zijn heel zwak geworden. Mensen kennen niet zoveel mensen meer die anders zijn dan zijzelf. Andere kant natuurlijk ook. De bovenkant kennen we ook niet zoveel meer mensen die anders zijn dan wijzelf. Kijk maar naar jezelf. Ik doe het, maar je kunt het ook bij jezelf nagaan. Hoeveel mensen ken je nou eigenlijk die alleen maar mbo hebben of alleen maar vmbo hebben? Ga je daarmee om? Help je die wel eens ergens mee? Komen ze wel eens bij jou met vragen? Waarschijnlijk niet. Misschien in je familie nog. Het zou kunnen. Wordt geestelijke armoede. Ik heb eens een keer, ik heb uit een interview geplukt met een Marokkaanse schrijver, al een poosje geleden, hoor, waar hij net gedebuteerd was met een boek. Hij was in Amsterdam Oud-West opgegroeid. En hij zei van ja, het probleem in Oud-West is niet de armoede, het probleem is de geestelijke armoede. Ik denk dat dat ook wel een mooi ding is om even over na te denken. Dat op dit moment ook, als we aan de onderkant van de samenleving kijken, ja, armoede zeker ook, daar kunnen we iets aan doen, die financiële kant. Maar die geestelijke armoede, die zwakke netwerken waarin zo weinig talent nog maar zit, dat is lastig. Wat doen we daaraan? Ander nadeel. Behalve dat er dus een soort scheiding opgetreden is, waarbij hele verschillende kringen en milieus zijn ontstaan die elkaar niet zoveel meer ontmoeten en elkaar ook niet meer helpen, waar dat vroeger nog wel zo was, zien we nu een samenleving die grote groep hoogopgeleide, pak maar 30%, 35% van de bevolking, die heeft in de afgelopen decennia, ja, sinds ze echt de macht zijn gevormd, vanaf 1990 zou ik zeggen, is er een soort breekpunt geweest, heeft de samenleving heel erg naar zichzelf ingericht. Dat zijn de mensen die ambtenaar zijn, die politicus zijn, die bestuurder zijn, die manager zijn van bedrijven of ondernemers zijn die bedrijven opgezicht hebben. Dit hebben bepaald soort behoeften die staan op een bepaalde manier in het leven. Het zijn vaak ondernemende types, die houden wel van een uitdaging. Die willen niet dat alles ontzettend dicht geregeld is, want dat is saai, dan heb je geen kansen. Je moet een beetje kansen krijgen, je moet een beetje liberaal in de wereld staan, je moet een beetje dingen een beetje makkelijk nemen. Dat heb je wat aan, dan heb je wat aan je talent. Dan kun je dat tenminste gebruiken. Nou, die hele beweging van liberalisering die we in onze samenleving gezien hebben, zowel op moreel gebied als op economisch en financieel gebied, is denk ik ook voortgekomen uit het feit dat hoogopgeleide, slimmere mensen dus, ja, die houden daarvan. Die vinden de samenleving moet niet al te dicht zitten. Je moet kansen creëren, er moeten mogelijkheden zijn. Dus de overheid moet je niet alles voorschrijven hoe je dat moet doen in het leven. Laat mij het zelf maar regelen. Hoeft er ander niet voor mij te zeggen hoe het moet. De vraag is of je nou minder slim bent, of dat altijd wel zo handig is, dat je overal je kansen hebt en overal keuzes moet maken. Want als je niet zo slim bent, heb je ook wel de grote kans om verkeerde keuzes te maken. En daar dan weer mee door in de penarie te komen. Wat is het standaardbeeld van hoogopleiding? Houd van een uitdaging ondernemers, vrijzinnig qua moraal, wel eigen keuzes maken, niet betutteld worden. Oké, prima.
Maar dat is inderdaad het politieke beeld. Dat is hoe de overheid tegenwoordig naar ons kijkt. Individualisering kun je het ook noemen. Je moet het zelf, heel veel dingen zelf regelen. Maar als je dat niet kan, is de vraag van, ja, wat gebeurt er met die mensen die dat niet zo regelen? Expulsie heb ik dat woord. Ja, dat komt uit een boek van een Amerikaanse socioloog, een Nederlandse socioloog eigenlijk, die in Amerika werkt. Saskia Sassen, dat verscheen in die tijd dat ik mijn boek aan het schrijven was. Expulsion heette dat. En het hele hoofdthema was van dat ja, onze samenleving de laatste decennia steeds meer groepen die niet mee kunnen komen, eigenlijk aan de kant is gezet, naar de marge heeft gedrukt. Dat er steeds grotere groepen uitgestoten worden uit de samenleving, omdat ze niet mee kunnen doen met, ja, met dit beeld. Daar passen ze niet bij. Een voorbeeld, een extreem voorbeeld hoor, maar het is wel iets wat je aan denken kan zetten. Recentelijk, het is verschillende malen, maar pas was het ook alweer in de krant, omdat er een boekje verschenen was waarin gevangenen werden geïnterviewd. Jonge gevangenen, maar vooral de groep die onder het label zwak begaafd valt. Of tegenwoordig zeggen we dan verstandelijk beperkt. Dat wil zeggen dat je een IQ hebt onder de 85. Ja, even nog tussendoor. IQ is een, ik heb het woord intelligentie een paar keer gebruikt. Psychologen meten dat. En dan krijg je het IQ. Het gemiddelde IQ is 100. Tussen de 115 en 85 is de groep, dat is de standaarddeviatie. Dus daarbinnen, dat is zeg maar de gemiddelde groep. Dat is een groep van ongeveer 60-65%. Boven de 115 zit een groep van pakweg 16-17%. Onder de 85 zit ook een groep van 16-17%. Dat is een keurige curve. Mooi verdeeld. We hebben vertegenwoordigers voor hoger opleiding, voor een HAVO-diploma, zeggen we hebben een IQ van 110 nodig. Dat is precies die 30-35% is een beetje oprekt. Er zullen ook HAVO mijn klanten van een IQ van 108 zijn. En misschien zijn er ook wel mensen die met hard werken aan eind komen. Aan de onderkant heb je dus een groep van 16% die zit onder die 85. En die noemen we tegenwoordig verstandelijk beperkt. Dus vroeger zijn we zwak begaafd of iets dergelijks. Of verstandelijk gehandicapt. In het gevangenissen wordt geschat dat 30-50% van de gevangenisbevolking behoort tot die groep, zwakbegaafden. In de bevolking is er dus pakweg 16%, dus ook een best vrij grote groep. En ik heb maar zo van, nou, dat is behoorlijk veel mensen. Dat zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland. Die eigenlijk onder het gemiddelde scoren qua intelligentie. Dat zijn mensen die moeite hebben met lezen. Die lage letteren waar we af en toe wel eens over lezen. Mensen die eigenlijk geen formulieren kunnen lezen. En een heel klein beetje echt verstandelijk lezen, begrijpend lezen, moeite mee hebben. Maar er zit er dus bovenmatig deel daarvan zit in de gevangenis. In Amerika schijnt dat zelfs wel 60-70% van de bevolking te zijn. Nou, dat overdrijf ik. Maar er zijn onderzoeken die daar in andere landen die dat percentage opzoeken. Maar 50% lijkt me een goede schatting. Maar ja, ik heb daar een beetje over doorgedacht. Wat betekent dat nou eigenlijk, hè? Betekent dat domme mensen slechter zijn? Ik krijg een signaal, dat komt goed. Zijn intelligente mensen dan betere mensen? Nou, dat geloof ik eigenlijk helemaal niet. Hè? Dat is het punt niet. Het is meer het punt is dat die expulsie. Dat weer, onze samenleving heeft eigenlijk geen plek voor domme mensen. Als je zo dom bent dat je onder dat gemiddelde scoort, onder die 85, ja, wil niemand geen enkele baasje hebben. Er zijn een paar overheidsinstanties waar je te werk kunt. Maar waar ze je wel willen hebben, dat is in de criminaliteit. Daar word je binnengehaald. Die jongetjes worden gewoon gerecruiteerd op straat. En die doen alles wat ze gezegd wordt. Want ze zijn lang blij dat ze een plekje hebben ergens in de samenleving. En zeg maar, is het toch eigenlijk wel erg dat onze samenleving niet in slaat zulke jongens zijn, bijna allemaal jongens natuurlijk, een plek te geven. En daar denk ik een van de schrijnende momenten. Ja, dat klopt toch iets niet met die nieuwe verdeling op basis van intelligentie. Want dat is natuurlijk een belangrijk punt. Als ik kijk naar intelligente mensen, betere mensen. Ja, intelligentie is in elk geval niet iets. We hebben het over meritocratie. Maar intelligentie zelf is helemaal geen verdienste. Ja. Intelligentie, ja, daar word je mee geboren. Het is een talent. Je kunt het ontwikkelen of niet. Dat is wel een punt natuurlijk. Je kunt er niks mee doen. Dat is je eigen schuld. Ja.
Maar als je het niet hebt, of maar heel bescheiden hebt, ja, dat is niet je eigen schuld. En ik denk dat daar in onze samenleving wel heel weinig rekening mee wordt gehouden. We hebben toch wel gauw een beetje neer te kijken op mensen die het niet gemaakt hebben. En dan zeggen we, ja, dan had je maar beter je best moeten doen. Maar wat is beter je best doen als je het eigenlijk niet kunt? Als je altijd tegen muren oploopt in je schoolcarrière. Als je voortdurend erop gewezen wordt dat je slecht doet. Dat je geen hoge cijfers haalt. Dat je niet mee kan komen. Ja, dat je dan afglijdt naar de criminaliteit. Ja, ik kan het wel begrijpen. En dat is eigenlijk iets wat we ons, denk ik, kwalijk moeten nemen. Daar moeten we iets aan doen. En dat is veel algemener, kun je dat tellen. Dan laten we die onderkant van die intelligentie piramide, niet alleen de mensen die helemaal onder kan zitten, maar ook de laag gemiddeld intelligente mensen die net boven die 85 zitten, ook een grote groep hoor, zo'n 85 en 90, zit waarschijnlijk ook nog eens zo'n 15% van de bevolking. Ja, het zijn mensen die kunnen heus dagelijks leven, als het allemaal goed gaat, kunnen ze het prima, dat is geen probleem. Maar als er een aantal dingen mislopen, zeg maar dat ze schulden gaan maken, of dat ze hun baan kwijtraken, of dat ze in een scheiding terechtkomen, ja, dan een paar van die crisis en weken op plak bij elkaar, dan wordt het, als je niet al te slim bent, best behoorlijk ingewikkeld. Zeker als je snapt dat in onze samenleving iedereen ervan uitgaat dat mensen hun eigen boontjes allemaal doppen kunnen. En als je dat dan niet kan, dan kun je behoorlijk wat crisis tegenkomen. Oké, wat we nu zien is dat die kloof tussen hoog en lager opgeleide groeit. Ja, ik hoop dat ik dat voldoende heb aangetoond. Dat het ook een probleem is. Dat daar met name dat er gemord wordt aan de onderkant van de samenleving. Dat alleen mensen zeggen, ja, maar is dit nog wel onze samenleving? Houden mensen wel rekening met ons? Worden wij nog wel gezien? Ja, dat klopt wel een beetje met het beeld wat ik hier geschetst heb. Je kunt nog verder kijken, een beetje de wereld van de ingenieurs. Ja, we zijn bezig met allerlei dingen. Dat is ook iets wat de hoogopgeleiden doen. Hè. Die zijn allemaal maar bezig met slimme machientjes te bedenken die alle werk gaan overnemen. Het laatste wat die laagopgeleiden misschien nog hebben, dat is een spierkracht of een arbeidskracht of handwerk. Ja, dat zien we langzaamaan verdwijnen uit de samenleving. We worden allemaal overgenomen door machines. Dus nog een stap verder krijgen we in die expulsie van die groep mensen die... de mbo'ers wordt al geschetst. Het zijn de mensen, heel gemiddeld intelligente mensen. Waar kunnen die straks nog wel mee? Hebben we daar nog wel een plek voor in de samenleving? Of hebben we alleen nog maar plek voor de mensen die heel handig en slim en snel en ondernemend zijn? Oké, slotte dan. We zijn niet gelijk, heb ik gezegd. Politiek is veel nadruk gelegd op gelijkheid. De hele gelijke kansenpolitiek was natuurlijk een geweldige ontwikkeling. Ja. Nagaat wat er daarvoor was, dat afkomst alles bepaalde, dat was ook niet ideaal. Dat was voor veel mensen nog erger. Dat was ook dat je mensen met een hoog talent had en je kon er helemaal niks mee, omdat je toevallig in het verkeerde milieu geboren was. Dat was ook erg. Dus we hebben echt een stap vooruit gemaakt door te zeggen van oké, geef mensen de kansen om iets te doen met hun talenten. Maar waar we tegen opgelopen zijn, is dat niet alle mensen evenveel talenten hebben. Ons mensen zijn niet gelijk. Dan kom ik terug bij de lezing. Mensen zijn niet gelijk. En dat is niet in dat sociale afkomst, die gelijkheid, die ongelijkheid. Dan kun je even zeggen, oké, daar kun je wat aan doen. Dat je niet allemaal dezelfde ouders hebt. Of dat niet allemaal even rijke milieus. Nou, dan kunnen we als samenleving proberen dat gelijk te trekken. Maar zoiets als aangeboren talenten, daar kunnen we niet zoveel mee doen. Daar kunnen we niet gelijk trekken. Hebben dat lang niet gezien, omdat er nog een heel reservoir van mensen was die van dat talent gebruik ging maken in de jaren 50 en 60. Dat was geweldig. Dan zag je alleen maar groei en ontwikkeling. Nu zien we dat het stagneert. Het aantal mensen dat de weg van opleiding kan volgen, dat is gewoon een beperkte groep mensen. Dat is pakweg een derde van de samenleving. Die kan via hogere opleidingen opklimmen. Een derde tot 40% zal altijd een beetje in hun blijven hangen. En een andere groep van 15 tot 20%, die komt niet echt ver. Als we nou de samenleving dan uitgaan dat iedereen gelijk is, ja, dat klopt dan niet. Mensen zijn niet gelijk, mensen zijn ongelijk. Je hoeft dat alleen maar om je heen te kijken natuurlijk. Maar we weten het ook qua schoolcarrière, ook qua vermogen om te leren. Mensen zijn niet gelijk.
dan andere dingen. Mensen, je hebt mooie, maar je hebt minder mooie mensen. Mooie mensen hebben het ook echt beter in het leven. Heus, dat weet iedereen. Dat soort verschillen, ja, die bestaan er. Maar als je ongelijke gelijk gaat behandelen, dan klopt er iets niet. Dat is eigenlijk wat ons onderwijs doet. We hebben zeg maar allemaal gelijke kansen, zeggen we dan. Dat is niet waar, we hebben geen gelijke kansen. Als we gelijk talenten hebben, hebben we gelijke kansen. Maar mensen met ongelijke talenten hebben niet allemaal dezelfde kansen in het onderwijs. En daar zouden we veel meer rekening moeten houden, wat mij betreft. De vraag is dan niet zozeer van of we mensen naar gelijkheid moeten streven. Wat ik zelf nu erg over het nadenken ben, is ja, dus, wat moeten we wel dan met het verschil? We moeten naar rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid moet eigenlijk het indruk zijn. Nou ja, dat is een heel ingewikkeld ding, zo'n heel verhaal apart. Hè, maar je kunt zeggen dan, ongelijke mensen kunnen best op een rechtvaardige manier met elkaar samenleven. Dat de koek van de samenleving zo verdeeld is dat iedereen een deel krijgt van wat hij zegt, nou, daar ben ik tevreden mee. Dat zou heus niet zo zijn dat iedereen hetzelfde krijgt. Zo'n idealist ben ik niet. Ik geloof niet dat soort gelijkheid, dat hebben de communisten een beetje geprobeerd, hoewel het ook daar niet lukte natuurlijk, ook daar was een elite. Maar we hebben wel een beetje geprobeerd om de massa van de mensen heel gelijk te behandelen. Ja, dat werkt ook niet. Dus je moet ook wel enigszins gebruik maken van de talenten die mensen hebben. Dat is ook voor de dynamiek van de samenleving belangrijk. Maar je moet wel opletten dat het niet onrechtvaardig wordt. Dat mensen die weinig in te brengen hebben, alleen maar op neergekeken wordt of dat die een beetje aan de zijkant geschoven worden. Want die mensen zijn er. En ik denk, als je ze goed behandelt en een goede plek geeft, dan is er voor heel veel mensen ook wel degelijk iets te doen in de samenleving. Als het wat ik van de feminisme geleerd heb, op een gegeven moment was van achter iedere succesvolle man staat een vrouw. Dat kunnen we veel ruimer trekken. Achter ieder succesvolle ondernemer staan een heleboel mensen die onderneming het uitvoerende werk doen, maar dat ook dragen. Op die manier moeten we toch veel meer kijken, denk ik, naar die groep die misschien wat minder getalenteerd is, die niet zo opvalt, die niet de leidende posities heeft, maar die wel heel veel werk doet wat voor iedereen van belang is en waardoor alles blijft draaien. En dat we daar een soort rechtvaardig deel van de koek aan geven, denk ik dat dat onze opdracht moet zijn. Nou, hier wou ik het bij laten.